Internetcriminaliteit staat regelmatig in de schijnwerpers. Voor criminelen is het namelijk een eenvoudige manier om geld te verdienen. Zeker nu steeds meer mensen en apparaten continu op het internet zijn aangesloten. Veel kwaadaardige software, ook wel malware genoemd, komt gewoon per e-mail binnen. Maar criminelen gaan daarbij wel slim te werk. Voorheen werd een mail van een bank nagemaakt en kon je gemakkelijk zien dat het om oplichters ging. Maar de cybercriminelen worden steeds beter en de phishingmailtjes steeds moeilijker te herkennen. Ook als HR-professional moet je alert zijn op cybercriminaliteit. Internetcriminelen stoppen soms kwaadaardige codes in een zogenaamd cv, die ze als bijlage rechtstreeks aan de HR-afdeling mailen. Daarnaast krijgen bedrijven regelmatig spookfacturen van niet bestaande bedrijven en worden deze facturen ook steeds vaker direct aan de CEO of de financieel directeur gericht, in de hoop dat ze zonder controle worden betaald. Het openen van de bijlagen is vaak genoeg om criminelen toegang te geven tot je pc of het hele bedrijfsnetwerk, met mogelijke gevolgen zoals datalekken, diefstal van vertrouwelijke gegevens of een verstoring van het IT-netwerk. Het beschermen tegen dergelijke geavanceerde aanvallen is best lastig, want als HR-medewerker ben je snel geneigd om een bijlage te openen die lijkt op een reële sollicitatie. Om dit te voorkomen moeten organisaties uiteraard een goede beveiliging hebben. Maar een belangrijk onderdeel van de beveiliging zit hem ook in de bewustwording bij medewerkers. Als HR-medewerker kun je helpen een duidelijk beleid op te stellen, zodat medewerkers weten hoe ze met digitale informatie moeten omgaan. Op de hoogte blijven van ander nieuws rondom HRM en salaris, volg ons op Twitter of bezoek onze website.